Zo, dag luisteraars. Ik wil jullie groeten vanuit de toren, uit Meissen. Ik wil de Bertkring ook bedanken, onze Stef, de bijaardcel, iedereen die hier heeft aan meegewerkt. En ik wou ook zeggen, die Marium, mijn leraar geweest destijds. Ik heb wel eigenlijk een voeling met deze toren. Ik mocht hier al veel spelen toen ik nog studeerde. Dus je leert het vak wel ook achter een echt bergklavier. En dus als student aan de Bergschool in Mechelen nam Eddy mij regelmatig mee naar Meissen hier. Ik heb nog de nieuwe Baird weten hangen. En natuurlijk altijd met Lisette erbij, de grootste fan. En de mama van Eddy Marie. Dus vandaag een kerstconcert. Ik ga beginnen met de traditionele kerstliederen die zeg maar een beetje uit de oude doos. En dan het tweede deel zijn meer de pop kerstliederen. Ook een beetje de als we het zo mogen, het meer het circuit wat we kennen van op de radio en meer het populaire genre. Dus ik ga beginnen met Adesti Fidelis. Thank you.
Zo, dank u wel voor de luisteraars die nog volgen of aan het volgen zijn. Net begonnen misschien. Het eerste deel heb ik net gespeeld. Dat waren de traditionele kerstliederen. Weer uit de oude doos. En nu ga ik in het tweede deel beginnen, de pop kerstliederen. Dat is eigenlijk ook meer het commerciële genre. Meer de kerstliederen met een opzwepend karakter. Je kunt daar ook al sneller de baslijn en drums en percussie bij horen. Maar misschien voor het grote publiek ook wel zeker de meest gekende. Dus ik ga nu beginnen met bijvoorbeeld een van die populaire Jingle Bell Rock. Thank you.
Thank you.
Zo, ik wil nogmaals het Bijaardbestuur, de Bijaard zelf aan Meissen bedanken voor de uitnodiging. De luisteraars beneden. En ook dank voor het mooie opruimen van het Bijaard lokaal, als ik het zo mag noemen, hier boven een toren, weinig torens, waar het zo mooi, zo proper uitziet. Het was heel fijn om nog eens te mogen spelen in Meissen. En ik wens iedereen een gelukkig, een fijn kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Tot ziens. Dag.